Annick Vijver. Precies een jaar geleden won ze de Mary Dresselhuisprijs. En daar was ze toen heel erg door geroerd. Ze werd geroemd door de jury vanwege haar grote, veelzijdige talent in toneelvoorstellingen, in films, in televisieseries. Ze speelt nu een hoofdrol bij het Nationale Toneel in The Little Foxes. En ik ben benieuwd naar waar ze staat in haar carrière en waarom ze een jaar geleden toch zo verschrikkelijk geroerd was vanwege deze prijs. Wat gebeurde er toen? Ik was enorm verrast, natuurlijk. En enorm geëmotioneerd door erkenning. Of toch een heel groot compliment. Hij staat op mijn schoorsteenmantel. En ik loop er altijd langs. En dan moet ik toch een beetje glimlachen. Ook herinneringen aan dat moment. We zijn nu een jaar verder. Heb je er iets aan? Het is een topprijs. Echt een fantastisch ding. Het is hij helpt me en hij houdt me ook juist weer erbij of zo. Dus het is Mary Dresselhuis op de schouw. Waar is die nou? Oh nee, hier is het. Ik heb al. Moet niet zijn. Laat al. Oh, oké. Okay. Ik heb mijn vrouw jou. Artrose. Oké, okay, ja. Dat had u toch? Ja, dat is ook zo. En dat het een... Nee, want anders dan die en toen hebben we toch bij toeval ook... ontdekt, weet u nog wel, dat de druppels gewijzen wat er dan steeds zo uitloopt. Dat het ook makkelijk ging met diezelfde pillen van artrose. Ja. Want ik begreep, of tenminste dat heb je wel eens ergens verteld, dat je in het verleden wel een redelijke mate last had van faalangst. Toch ook? Heb ik nog steeds hoor. Ja? Ja. Hoe uitziet dat dan? Ik kan me enorm in de weg zitten. Er zijn altijd momenten in een repetitieproces dat ik dagenlang alleen maar denk aan... oh, mijn collega's balen echt dat ze met mij moeten spelen. Oh, het is al woensdag en ik heb nog steeds die monoloog niet gedaan zoals die zou moeten. met de verkeerde dingen bezig zijn. Ik kan wat bleu zijn gewoon soms. Bleu in mijn... in hoe ik in een stuk stap, soms ook echt zo 3 weken te laat denken... oh, daarom zegt ze dit. Oh, iedereen heeft zo zijn eigen manier om te werken. En voor mij is misschien wel een beetje kinderlijk of intuïtief in ieder geval. Thijs, jij moet je losmaken van mama. Als jij zo doorgaat, word jij net zo'n slapgekookt ei als papa. Zacht gekookt. Wat bedoel je? En je hebt veel uiteenlopende dingen gedaan. Hè? Van Tsjechov en Midsomernachtdroom tot Jiske Vet, Costa. Ja. Wanneer zeg jij ja tegen een rol? Als de mensen die eraan meedoen leuk zijn. Dat is één. Als het... als het me inspireert. Als ik honger ervan krijg. Als ik zin krijg. Ja, dan. Hey, dat is Wilco. Hij heeft een ongeluk gehad. Stop hem. Hoe lang zit je nu bij het Nationaal Toneel? 10 jaar. 10 jaar? 11 jaar, ja. In een veilige omgeving dus ook? Ja. Van mensen die je kent? Ja. Ja. Is dat prettig juist, als dat je acteert? Dat is heel prettig, ja. Want? Nou, ik werk het beste als ik me veilig voel. Vanwege ook de, veel aantrek van de mening van anderen. Of de, snel dicht kan gaan als ik me onveilig voel. En dat is heel onhandig als je speelt. Haat jou, Otto! Met je superieure attitude! Ik haat jullie allebei! Met jullie artistiekerige manier om boven de partijen te staan. Onuitstaanbaar zijn jullie. Je filosofische gelijk. Ik wil nu eindelijk eens een keer een normale vrouw worden. Met een normale vriend. Die gewoon gezond jaloers wordt als ik zijn beste vriend neuk. Want je bent nu oud? 38. Goede leeftijd voor een actrice? Ja, vind ik ook al goede leeftijd. Ja? Ja. Want? Ik ben zeker genoeg om grote rollen aan te pakken. Zo. Hoop ik, hè? Hoop je. Zeg het nu. Je durft het niet. We hebben vanavond die tweede try-out. Denk ik, oh shit, hoe moet je het ook maar wel weer. Ja, wat voor gevoel bekrijg je dan doen, als je dat nu zo zegt? Ja. Ik zeg je nou wel, met je grote rollen. Laat hem maar eerst eens zien. Of het... Kijk, dan komt dat stemmetje zo. Oh ja, kan je zo goed grote rollen? Zo'n actieve stem is dat ook echt in jou? Ja, soms wel. Ja.
Ja, de Little Foxes die werd voor het eerst opgevoerd in 1939, op Broadway. Ja. Nou, nu zoveel jaren later opnieuw. Ja. Wat is voor jou de kern van het verhaal? De honger naar erkenning. Naar geld en macht. Maar vooral naar altijd meer willen. Sterkte intussen. Nou, Aniek, op weg naar een extra repetitie. Dan een try-out met het publiek, daar ben ik ook bij. En ik ben erg benieuwd hoe ze zich voorbereid heeft op de rol in dit stuk over hebzucht.